Hallo. Daar ben ik dan weer. Woensdagmiddag Koza Live met Margreet. En vanmiddag de lang verwachte miniboek tower van Tando. Yes, yes, yes. Eindelijk is het zover. Ik nog een heel klein beetje. Nou weet je, ik laat het gewoon voor wat het is. Ik zie dat het in het beeld bovenin. Hij had iets verder kunnen zakken, maar we laten het zo. Het is goed. Ik heb hier de spulletjes klaar liggen. Ik zal een beetje gaan introduceren wat we allemaal gaan doen. Het draait natuurlijk allemaal om deze mini boektower. Dat is waar het vanmiddag allemaal om gaat. Ik zal zo direct even alle zijkanten laten zien. De binnenkanten laten zien. En vooral jullie vertellen hoe die in elkaar gezet kan worden. En wat je allemaal voor verschillende technieken kunt gebruiken om hem gaaf te maken. Ik zal eens even denken hoor. Moet ik nog eventjes wat introduceren om te wachten tot iets meer mensen de gelegenheid krijgen om om erbij te zijn. Eens even kijken. Monique die zat al te wachten vanaf 2 uur, zei ze. Het is eindelijk 4 uur. Jana zegt dat ze voor de eerste keer kijkt. Nou, welkom Jana. Welkom iedereen natuurlijk. Leuk dat jullie meekijken. We gaan er wat leuks van maken, want het is nogal wat. Er is 1 dingetje wat een beetje mis is gegaan. Nou ja, mis is gegaan. Wat anders had gegaan dan de bedoeling was. Vanmiddag tussen, om precies te zijn, 13 uur 19 en 14 uur 19... zou de nieuwe levering van Tando binnenkomen. Die wordt dan geleverd door DPD. Op woensdag werk ik altijd vanuit huis. En dus wij gingen speciaal, Max en ik, daar naartoe. Want het is heel, heel erg zwaar. En ik heb een beetje gekneusde ribben, dus ik mag niet tillen. Ik kan ook niet tillen, dus Max mee. Maar al wat er kwam, geen levering van Tando. Dus ik bellen om 2:30 of zo. En dan sta je eerst 10 minuten in de wacht, hè? Bijna 10 minuten. En uiteindelijk bleek dat het huisnummer niet correct was. Er stond op Schepenveld 12. En wij zijn Schepenveld 1201. Jawel, hoe moeilijk kan het zijn? Maar goed, onze vaste bezorger heeft denk ik een andere route gekregen, want die zien we niet meer. Die had het echt wel geweten. Maar nu hebben ze het adres aangepast en komt het morgen. Dus ik kan niet alles helemaal laten zien zoals ik van plan was te gaan doen. Maar ik vond het niet voldoende reden om het een week op te schuiven. Bovendien ben ik volgende week weer heel wat anders van plan. Dus nou ja, ik denk we gaan het maar gewoon doen en we komen er vast en zeker uit. Dus, daar gaan we. De mini book tower van Tando. Ik ga hem eventjes op 1 zijkant zetten. En dan ga ik hem eerst eventjes 3 keer draaien, zodat jullie hem aan alle kanten kunnen zien. Ik heb bewust gekozen voor 4 verschillende kanten, omdat dit natuurlijk mijn demo-model is voor op de beurzen. Dus dan kan ik gewoon laten zien, nou ja, een beetje ideeën geven voor om te bewerken. Maar zelf kun je er natuurlijk ook voor kiezen om hem 1 geheel te maken, wat je zelf leuk vindt. Goed, ik zal eerst eens even te beginnen met die pakketten trouwens. Want het zijn dus 2 pakketten. Dan is dat ook gelijk helder. Dat had ik jullie dus willen laten zien, hè, wat er in het eerste en in het tweede pakket zit. Nou, ik moet het eventjes doen met de sheet die erin zit. In het eerste pakket, dat heet dus Mini Book Tower and Books, zitten alle onderdelen om die tower, dus dit ding waar die albums in komen, te maken. Die tower zelf is van MDF. Dat is dus super, super stevig. Kijk, tak, MDF. En wat Dai is de eigenaresse van Tando, heel slim heeft gedaan. Want dat MDF, daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Met chipboard kun je veel meer. Zij heeft
de zijkanten, voor de zijkanten, dat is dus dit paneel en dat paneel, heeft ze 4 stukjes chipboard meegeleverd en ook voor de bovenkant. Dus die komen op het MDF. Hoe je dat ding in elkaar zet, nou, dat is eigenlijk heel erg simpel. Want als je daarmee aan de gang gaat, dan wijzigt dat vanzelf. Kijk, die onderkant leg je gewoon neer en dan kun je die zijkantjes zet je daar allemaal op. En dan komt er weer zo'n ding bovenop en dan nog een keer. En zo bouw je zeg maar de verdiepingen. En als laatste komt natuurlijk dan weer zo'n afdekplaat bovenop. Ik heb daar wel een foto van gemaakt, dus dat ik hem in elkaar heb gezet zonder dat hij dicht is. Die staat bij dit artikel in de webshop. En dan kom je er echt waar zeker weten uit. Beetje lijm ertussen, even laten uitharden en hij is klaar. En dan dek je dus de zijkanten af met zo'n meegeleverd paneeltje chipboard. En dat geldt ook voor de bovenkant. Die bovenkant, omdat dit dus een demo-model is, die wij dus vaak moeten oppakken, leek het me wel handig om daar een knop op te zetten. Die knop, ik bedoel, dit is wat makkelijker dan iedere keer dit doen. En ik vond het ook wel leuk staan. Die knop, die heb ik bewerkt, want dit is de originele knop. Ik vind hem echt heel erg ugly. En wat doe ik dan? Met alle gladde oppervlakken, die bewerk ik met alcoholinkt. En dat gaat perfect. Kijk, ik moet altijd even mijn hand erachter houden, anders vallen die albumpjes eruit. Kijk wat een verschil. Even kijken of dat goed in beeld is zo. Zo wel. Dit zal een soort van porselein of zo zijn. Afijn, alcoholinkt eroverheen en je kunt het omtoveren in elke gewenste kleur die je zelf mooi vindt of die dan past bij het werkje wat je aan het maken bent. Dus, standaard knopje, bewerkt met alcoholinkt. En hij kon er trouwens helemaal doorheen, want als je die tower in elkaar hebt gezet, heb je hier in het midden een gat. En dat gat, dat was precies diep genoeg. Dus ik hoefde niks te doen, ik kon er gewoon in erin doen, gaatje erin geboord en erin vastgeschroefd. En klaar is Kees. Goed, dat zit in pakket 1 samen met de albums. Even kijken welke leeg is, deze. Wacht even hoor, dit moet ik nog even wegknippen. Dat had ik had het er even ingedaan voor de foto. Even die draadjes eruit. Dat is nou weer een beetje jammer. Want ik ga jullie straks natuurlijk ook laten zien hoe je de boekjes gaat inbinden. Dus dan hebben we dit even niet nodig. Zo. Dus je krijgt die tower, dit ding, geleverd met 12 albums. Dit zijn de omslagen. Die zitten dus in het eerste pakket. Ja? Nee, ik zeg dat. Ja, zeg ik, dat zeg ik goed. 12 albums. 3 aan elke kant. Dus dat is pakket 1. Voor de binnenkant heb je pakket 2 nodig. En dat is dit. En daar zit in een pak wit papier en kraftpapier. En dat is echt een best pak met mooi papier. Dat is voor het maken van de pagina's. En daar zit ook in het schabloon die je nodig hebt voor het maken van de pagina's. Maar wat daar ook in zit, zijn de boekjes die dus weer in de omslag van de album komen. Van de albums komen. Even kijken. Zo.
In elk album zitten 4 boekjes. En die worden ingebonden in het album. Dus je krijgt in het tweede pakket, naast het schabloon en het papier, 48, jawel, 48 boekjes. En die boekjes die zien er blanco zo uit. Dus hier krijg je er 48 van. Want we hebben 12 boekjes en in elk boekje komen 4 of 12 albums en in elk album komen 4 boekjes. Dus je krijgt er 48. Dus je bent best wel even zoet hiermee, zeg maar. Dus dat eventjes over de 2 pakketten die je nodig hebt om de toren te maken. Hier kom ik straks op terug. Ik zal hem eerst eventjes bij langs gaan. Kant 1, die heb ik wat, ik vind het zelf een beetje chic gemaakt. En dan heb ik ook, hier heb ik met lint ingebonden. En, een beetje versierd. En dan kun je hier zien dat die, dit is dus 1 boekje. 2 boekjes. 3 boekjes. 4 boekjes. Dat zijn die boekjes waar ik het net over had. Waar je er 48 van krijgt. En in die boekjes komen pagina's. En die pagina's maak je met behulp van dit schabloon. Dat laat ik straks zien. En als het dan klaar is, dan kan dat er zo uitzien. Nou heb ik omwille van de tijd ervoor gekozen om designpapier te gebruiken in plaats van het witte of het kraftpapier. Want ik heb helemaal geen tijd om al die pagina's leuk te gaan bewerken. Dus voor mij is het echt een demo-model, maar ik wou hem er wel een beetje leuk uit laten zien. Dus ik heb gebruik gemaakt van designpapier. En als je dan deze strook als schabloon hebt gebruikt, ik heb er een lipje aan gemaakt, dan kun je hem ook uittrekken. Er zijn dus verschillende manieren om die pagina's erin te doen. Bij deze heb ik ervoor gekozen om hem door de helft te doen en heb ik zeg maar 4 pagina's. Hier heb ik er 2 meer. En hier heb ik er eigenlijk maar 1 in zitten, maar dus ook weer 4 kanten om te bewerken. Nou, deze heb ik net als deze kant geëmbost. Ik heb voor hier deze embossingfolder gebruikt. De wood grain is dit van Daris. En hier heb ik een andere gebruikt, want chipboard laat zich dus ook heel goed embossen. En dat is natuurlijk ook weer super leuk. Deze heb ik bewerkt met gilding wax. En ook zo'n boekje wat erin zit, heb ik geëmbost. En weer wat paginaatjes met designpapier erin gedaan. Op verschillende manieren bewerkt. En wat ik dan wel leuk vind van het designpapier, je kunt echt perfect je restjes gebruiken. Kijk, die kun je helemaal uitrekken. Zo. En deze. Nou, een beetje hetzelfde natuurlijk. Want deze zit in dezelfde serie. Hoe ik dit heb gedaan, laat ik straks zien. Gaan we even door naar de andere kant. Dit is de ruige kant. Verschillende manieren ook van inbinden. Ga ik jullie straks ook laten zien. Ook deze heb ik geëmbost. En hier heb ik de boekjes bekleed met rijstpapier. Gewoon restjes die ik nog had liggen. Kleine stukjes
Perfect om die boekjes mee te plakken. Hier zitten dus nog geen pagina's in. Dit zijn alleen maar de vier boekjes. Even kijken. Zo. Dat kunnen jullie zo wel zien, hè? Dat daar alleen maar de vier boekjes in zitten. Zonder pagina's. Carmen zegt een boekje met vier karternen. Wat goed van jou. Ja. Alleen Tando noemt dit de albums. Dus vandaar dat ik maar dezelfde naam gebruik. Want anders dan wordt de verwarring alleen maar groter. Maar je hebt helemaal gelijk. Ook deze heb ik beplakt met reispapier. Hier zitten ook geen pagina's in, alleen maar de boekjes. En dit is het demo-model aan de hand waarvan ik jullie straks alles laat zien. Dus die haal ik er vast uit. Hier heb ik het MDF-paneeltje. Nee, sorry, het chipboard-paneeltje wat op het MDF komt. Bewerkt met de techniek die ik jullie zo direct laat zien. En onze stans numbers erop geplakt. Weer een iets andere manier van inbinden. Met een bread erdoorheen. Hier zit de chicken wire op. En ja, dit ga ik jullie straks laten zien hoe ik dit heb bewerkt. Heel simpel, maar wel heel erg leuk. Weer een andere manier van inbinden. Hier heb ik de vlinder opgeëmbost en bewerkt met gilding wax. En hier zitten wel een aantal pagina's in. Sommige kun je eruit trekken. Andere niet. En deze kan er ook weer uit. Ik heb heel veel gewerkt met designpapier. Dat zit in deze set. Ik heb alle artikelen die ik heb gebruikt al in de webshop gezet. Dus als je gaat naar cozacreatief.nl en dan Coza Live, dan zie je de uitzending van vandaag al staan. Uiteraard nog zonder filmpje. Maar wel alle artikelen die ik vanmiddag hier gebruik. Oh, dat kan natuurlijk niet, Margreet. Even wachten hoor. Even terug. Zo. En dit is echt een hele mooie set designpapier. Nou ja, in ieder geval, hij sloot toevallig perfect aan bij de kleuren die ik heb gebruikt. En het leuke is, kijk, ik heb hier nog wat strookjes over, dat die schabloon, dat schabloon wat je gaat gebruiken, waar is die nou? Hier, is perfect voor die 30-30 sheets. Kijk, je haalt maar een klein stukje over en zelfs dat kleine stukje gebruik ik dan weer. Ook dat laat ik straks zien. Dit kan weer aan de kant. Maar kijk hoe mooi dat designpapier past bij wat ik heb gedaan. Het is echt geweldig. Erg leuk. Goed. En deze, nou, hartje erop geplakt. Weer op dezelfde manier. En hier heb ik dan nog een achtergrondstempeltje op gedaan. Hier dan weer prrrt, zo'n harmonica dingetje. En nou ja. En wat pagina's. We gaan door naar de volgende. Want anders zijn we om 6 uur nog bezig. Op deze kant heb ik onze stans chicken wire uitgestanst. Eerst de chipboard paneeltje beplakt met designpapier. En daarna in een aantal uitsparingen alcohol inkt gedaan. En die een kleurtje gegeven.
Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb hier glossy accents in gedaan en die een kleurtje gegeven met alcoholinkt. Daar kom ik in een andere live-uitzending op terug. Maar dat geeft wel echt een superleuk effect. Hier een klein stukje van de... Moet ik even terug. Numbers, kijk. Zo kun je ook een heel klein stukje gebruiken van die stans. En... Nou, hier heb ik dan wat letters ingeplakt, zodat je... Even kijken hoor. Hop, open. Laat een beetje los. Live ziet staan als je er zo doorheen gaat. En nou ja, die kun je openvouwen. Nou, afijn, je kunt je echt helemaal uitleven op die pagina's en op die albums. Ik vond het echt een super leuk project om te doen. Echt geweldig leuk. Nou, hier nog weer wat andere. Beetje hetzelfde idee natuurlijk. Het designpapier aangepast op de kleur van het boekje. Hier heb ik een knoop er doorheen gedaan nadat ik het had ingebonden. Nou, hier weer wat ander papier gebruikt. En dan zijn we weer gekomen bij het begin. Even kijken. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Ik moet denk ik eventjes, kan ik... Ja, ik kan nog terug. Ik ga heel eventjes kijken. Hij doet het, hè? Wat goed. Ik ga even kijken, hoor. Want dat heb ik natuurlijk beloofd. Hi, Beverly. Even kijken. Moet je eerst alles bewerken voordat je het in elkaar zet? Dat is een hele goede vraag. De tower zet je eerst in elkaar. Dus het MDF. De MDF-delen zet je eerst helemaal in elkaar. En dan ga je het verven en bewerken op de manier zoals je zelf wilt. Wat ik zelf heb gedaan bij dit hele gebeuren, is de basiskleur van Pentart heb ik gebruikt. Earthy Brown is dit. En die zie je overal terugkomen. Ik zal eventjes deze albums eruit halen. Dus nadat ik hem in elkaar heb gezet, dus ik heb het over het MDF deel en gedroogd, heb ik hem helemaal geverfd met de Earthy Brown. En daarna heb ik hem gedrybrushed met wit. En ja, om hem een beetje dat verweerde effect te geven. Alle chipboard onderdelen bewerk je eerst voordat je er ook maar iets mee gaat doen. Je moet echt eerst alles gaan bewerken. Dat kan natuurlijk wel per kant. Je hoeft niet alle 12 albums en alle 48 boekjes in één keer te doen. Maar voordat je verder gaat, moet je inderdaad alles bewerkt hebben. Het zal straks ook wel duidelijk worden waarom. Even kijken. Sophie vraagt of er dames zijn in de omgeving van Breda die dit samen willen maken. Ja, je kunt er natuurlijk een clubje van maken. Maar echt Sophie, het is echt super leuk om het gewoon zelf te gaan doen. Ik wil jullie heel graag wijzen op de Facebookgroep die Tando hiervoor speciaal heeft aangemaakt. Die heet Tando 366 Challenge. En waarom heet die groep zo? Je krijgt in die groep elke dag een idee voor het... maken van een pagina. Dus voor zo'n klein deeltje wat dan weer in die boekjes komt. Daarnaast worden daar heel veel foto's gepubliceerd van mensen die zo'n ding aan het maken zijn. En krijg je dus daardoor heel veel inspiratie. Het is echt een hele leuke groep met barstens veel ideeën. Echt super gaaf. Oh ja, de bovenkant heb ik trouwens ook geëmbost. En weer natuurlijk bewerkt in diezelfde kleur Earthy Brown. En de zijkanten heb ik
ja, hoe noem je dit? Ik weet, ik heb geen idee. Zeg maar lelijk gemaakt. door. Eens even kijken. Ik had hier wat neergelegd. Die, even kijken wat een handige kant is. Hier zie je wat ik heb gedaan. Normaal zit het chipboard van Tando, heb ik het over, hè? Want dat is echt super top kwaliteit chipboard. En goed dik ook. Normaal ziet dat er zo uit. Maar als je met een mesje daar langs gaat, je kunt het eerst nat maken. Dan gaat het iets makkelijker. Even nat sprayen. Maar als je met een mesje hierin gaat, dat chipboard, dat bestaat uit allemaal lagen. En dan kun je die lagen een beetje van elkaar afhalen. Meer of minder, net wat je zelf leuk vindt. Kijk. En dan een beetje openvouwen. Een beetje, of veel. Ik doe het nu even extreem. Zodat ik goed kan laten zien wat ik bedoel. Kijk. Dan zou je het nog een keer kunnen doen daar. Maar je kunt het meer doen, je kunt het minder doen. Zo, je kunt het ook een beetje zo doen. Je kunt hier ook zeggen van, ik maak hier even een scheur in. Dat geeft ook weer een leuk effect. Zo. Dus dat chipboard laat zich aan alle kanten super makkelijk bewerken. Het is maar net wat je er zelf van wilt maken. En dat is wat ik hier heb gedaan. Kijk, her en der wat meer en wat minder. Maar ik heb het overal gedaan. En dan krijg je dat, dat verweerde effect. Goed. Maria, eerst verf en dan de vlinder embossen. Maria heeft het over deze. Ja, ik heb eerst geverfd. En daarna geëmbost en de vlinder daarna bewerkt met gilding wax. Ja, dat is wel de manier waarop ik het heb gedaan. Ah, Maria vroeg dus ook hoe het komt dat de bovenkant krult. Nou, dat heb ik net uitgelegd. En ja, Joke, het is echt een fantastisch project. Echt, ik heb echt genoten terwijl ik het deed. Ik heb echt uren eraan gezeten. Want ik moest het doen in die, zeg maar, relatief rustige periode rondom kerst. Dus ik heb de zondag voor kerst, ben ik 's morgens om, ik geloof om 10 uur begonnen, tot 's avonds 10 uur. 12 uur achter elkaar door. Toen had ik de basis al klaar. En eerste kerstdag ben ik, vergelijkbare tijd ermee bezig geweest. En toen had ik hem wel ongeveer zover. Het chipboard zit erbij. Alles zit erbij, Maria. Echt alles. Je krijgt hem echt helemaal compleet. Het enige wat je dus, als je die twee pakketten, wat ik in het begin uitlegde. Het ene pakket is de tower met de albums. En het andere pakket zijn de 48 boekjes, het schabloon en het papier. Dat heb je nodig. Goed, ik zet hem even aan de kant. En dan beginnen we bij het begin. Die zijn eruit gevallen. Die hebben we straks nodig. Die hebben we straks ook nodig voor het inbinden. Ik leg heel even hier mijn craft sheet overheen, omdat ik met de brayer aan de gang moet. Ik hoop niet dat het te veel schittert in de camera. Earthy Brown. Oh, wacht even hoor. Ik moet nou even denken, want ik heb hier wat anders gedaan dan wat ik hier ga doen. Wat ga ik eerst doen? Ik ga eerst deze doen. Wat ik hier heb gedaan is de randen met de Earthy Brown gedaan.
Dit is de tangerine. Even kijken hoor, dit moet ik natuurlijk een beetje nabootsen en het is alweer een tijdje geleden. De randen dus met de earthy brown. En daarna heb ik deze kleur aangebracht zonder het overal te doen. Mijn kwast is een beetje te nat, dus de verf is nu wat dun. Dat chipboard, dat hoef je trouwens niet voor te bewerken met gesso. Mag wel, maar het hoeft niet. Je kunt gewoon direct met je verf eroverheen gaan. Nou, dit moet je dus een beetje slordig doen. Oh, ik ben wat vergeten. Dat is dom zeg. Kijk of ik het nog wegkrijg hoor. Kijk, want het was de bedoeling. Dat had ik iets anders moeten doen. Nou. Het gaat nog. Want het is nog nat. Wat ik had moeten doen is het volgende. Even kijken waar mijn blikje is hier. De Resist Paste van Andy Skinner. Dat is een beetje een kleiachtige substantie. Het wordt nu een beetje onhandig, maar het zal me wel gaan lukken. Die breng je aan op de ondergrond. Daar waar je wil dat de kleur van de ondergrond zichtbaar blijft. Ik doe het gewoon nog even over. Dus dit is de Resist Paste van Andy Skinner. En de naam zegt het natuurlijk al, daar waar dit op de ondergrond zit, hecht de volgende laag verf niet. Dus ik was iets te snel van start gegaan. En nu kan ik, zal proberen wat dichterbij te houden, gewoon die oranje verf eroverheen doen. En eigenlijk moet je nu de verf gewoon even laten drogen aan de lucht. Het is natuurlijk maar een dun laagje. Dus ik leg deze even aan de kant. Terwijl ik de achtergrond maak van de boekjes die in het album komen.
Nee, deze heb ik daar niet voor gebruikt. Dit is de peacock. En ik gebruik hier een kleine breier voor. En vervolgens doe je in een lichte beweging, haal je je breier over de ondergrond. En wil je de kleuren nou wat helderder hebben, dan is het wel handig als die in de gesso zit. Want uiteraard bepaalt de ondergrond het effect van de kleur die er bovenop komt. Ja, deze verf is zeker op waterbasis. Het is gewoon acrylverf. Het is een lekker snelle manier, zeg maar, om je achtergrondjes te maken. Zo. De volgende kleur, dit was die oranje. En gelijk de achterkant. Die verf is heel snel droog. Het is maar een dun laagje. En ook al was ze niet helemaal droog. Nou, dan blijft ze wat aan de ondergrond kleven. Dat is ook niet erg. Leuke techniek, hè, dit. Zo. En dan gaan we de laatste kleur doen. En dat was de groene. De evergreen. En als je nou denkt van, ik wil eigenlijk de kleur die ik als eerste heb aangebracht wat meer terug laten komen. Nou, dan pak je gewoon weer die kleur op. En dan ga je er nog een keertje overheen. Net zolang totdat je zegt van, ja, dat is hem. En uiteraard bepaalt ook de volgorde van de kleuren het uiteindelijke effect. Want de laatste kleur ligt er natuurlijk bovenop. Dus de groene zie je nu het meest. Maar ik vind het echt een hele leuke manier van achtergronden maken.
Leuk dat je er ook bij bent, Ingrid. We zijn inderdaad al een poosje onderweg. Maar ach, dan kun je het eerste deel natuurlijk altijd nog eventjes terugkijken. Ik wil hier nog een heel klein beetje oranje bovenop hebben. Zo. Nou, jullie begrijpen de techniek. En dat is waar het nu eventjes om gaat. Wat ik dan nog als laatste doe, of heb gedaan. En dat gaf een, voor mijn gevoel, verrassend leuk effect. Is met de Amsterdam Zink Wit, maar dan de transparante. En nog een keertje overheen gaan. En dat zal ik nu even gaan doen. Dus dat is de Amsterdam Transparant Zink Wit. Nou, blaas ik hem wel heel even droog. Misschien dat je kunt slagen bij tuincentrum, Nicky. Ik weet niet hoor. Als je hem vindt, dan wil ik hem ook graag. Dat geldboompje. Goed, de zinkwit transparant gaat er nu overheen. Ik zal jullie zo direct wat in de close-up laten zien. Hij geeft eigenlijk een soort waas. Kijk, je kunt het nu al zien. Als je deze kant ziet. Ik weet eigenlijk niet of het goed in beeld komt hoor. Of deze kant. Deze kant is natuurlijk harder. Maar dat is niet het enige. En dat laat ik je zo direct zien met die andere. Kijk, hier kun je het ook zien. Nu kan het nog, deze of die kant. Dan zal ik hem nu even wat dichterbij houden. Die transparante zinkwit. Kijk hoor. Ik weet dus echt niet of je dat goed kunt zien. Maar doordat er nu verschillende laagjes verf op zitten, zitten dus verschillende diktes in. En langs die randjes zit wat meer van van die laatste laag verf, die zinkwit die ik er overheen heb gedaan. Dus hij zwakt alles een beetje af. Het geeft een soort waas. Maar daar binnenin zitten ook hele leuke effecten. Dus die, kijk, want die zinkwit die gaat wel over de toplaag, zeg maar. Over de laatste laag verf die je hebt aangebracht. Maar niet over de onderste. Dus die komt dan nog weer wat meer naar boven. Nou, afijn, die zinkwit, ik gebruik hem ook heel veel met mijn gelplaat. Om het printje te trekken. Dus in plaats van het standaard witte, gebruik ik de transparante zinkwit. En ik vind dat zelf een mooi effect geven. Goed, dit zijn dus de boekjes die, deze twee had ik al gemaakt, in het album komen. En dat album, dat is deze. Nou, die verf is bijna droog.
Heel even droog blazen. Dit moet je niet te lang doen met die heat tool, want hier zit natuurlijk die klei op, die resist paste, en anders zou die gaan smelten. En dan ga je met een babydoekje er overheen. Ik vind zelf het babydoekje iets te nat, dus ik doe dat even tussen een stukje keukenrol, zodat het ergste vocht eruit is, maar hij nog wel vochtig is. En dan veeg je er overheen. Oh, ik glibber weg. En haal je de klei weg, maar ook de verf die zeg maar over die klei heen is gegaan. En dan krijg je dat afgebladderde effect. Kijk, en daarom moet je wel zorgen dat je verf droog is, want anders zou je ook een deel van de verf meenemen die moet blijven zitten. Sterker nog, je krijgt hem er niet helemaal af, maar dan, nou ja, dan vervaagt hij. Maar nou, het is een beetje ietsje raar geworden omdat ik er verkeerd begon, omdat ik vergat die paste erop te doen. Maar ik denk wel dat het helemaal duidelijk is wat voor effect dat je krijgt met die resist paste. En dat heb ik dus ook bij deze gedaan. Die ik overigens ook nog geëmbost heb. En ook bij deze. Even naar de reacties kijken. Het is dus heel wat anders dan matte blanke lak. Ik denk dat je het hebt, Aranka, over die resist paste. Jazeker, dit is heel wat anders. Resist betekent ja, tegenhouden. Dus daar waar die resist paste heeft gezeten, komt geen verf. Als je het verwijderd hebt. Goed, nou daarna heb ik hem nog bewerkt met... ik weet al wat ik gedaan heb. Ik moet natuurlijk echt... Oké, ik zal nog heel even wat laten zien. Zo. Een heel klein beetje verdunnen. Gewoon een beetje tikken. En als je dan zegt, nou, dan mag best wel een beetje meer. Nou, dan doe je dat een beetje zo. Een beetje wegdeppen met je vinger. Doe het toch altijd wel leuk. Zo. Nou, zoiets. Een beetje daar in de hoek. Nou, zo ongeveer zal ik dat gedaan hebben. En dan moet ik hem toch weer eventjes droog maken. Want er is nog één... cruciale laag. Heb ik dat neergezet of niet? Even kijken terwijl ik hem droog blaas. Yep.
Want hierna komt natuurlijk de Kwanokrugan Gold. Dat is veel te veel. Dat weet ik nu al. Verdunnen met water. En in dit geval heb ik dat gewoon met mijn vinger op bepaalde plekken aangebracht. Een beetje langs de randen. Een beetje op die plekken. En je ziet eigenlijk al wel gelijk wat hij doet. Die zorgt voor dat roestige effect. Nou, zoiets. Natuurlijk wat je zelf mooi vindt. Je kunt hem ook nog een beetje over dat oranje heen doen. Dan wordt die oranje wat meer, nou ja, wat minder fel, zeg maar. Werk vooral niet netjes. En zorg voor een paar vlekjes. Deze heb ik trouwens ook geëmbost, hè? Hebben jullie dat gezien? Die is geëmbost met zo'n soort van traanplaat. Oh, ik zat een beetje buiten beeld te werken, geloof ik. Sorry. Nou, in ieder geval, gebruik lekker je vingers. Dan krijg je dat, nou ja, gewenste effect. Dus, dat leg ik nog op schema. Ik heb geen idee hoe laat het is. Even schoonmaken. En ik zal deze even drogen. En dan kan de sheet weer weg, denk ik. Even droog maken. Oh, Aranka bedoelde de zinkwit. Nee, zinkwit is gewoon acrylverf. Zeker geen lak. Nee hoor, het is gewoon acrylverf. Maar hij is transparant. En dat maakt het verschil. Even die gaatjes weer doorprikken, want die hebben we zo direct nodig bij het inbinden. Beetje onhandig als die dicht zitten. Het is natuurlijk nog wel nat. Nou ja. Hooguit dat er een beetje verf aan het inbinddraad komt. Goed, deze heb ik dus net live gedaan. Die zijn nog vlak. Deze heb ik ook geverfd. De buitenkant heb ik een stukje, een restje designpapier opgedaan. En deze heb ik beplakt met rijstpapier. En dan gaan we nu inbinden. Je hebt nodig. Ik ga eens eerst even dat ding weghalen. Een stukje draad, en dat draad dat kan eigenlijk van alles zijn, als het maar stevig is. Ik heb zelf, dat heet hempkoord gebruikt. Omdat dat er in allerlei kleuren is, maar zoals jullie hebben gezien, heb ik ook, hoe noem je dat? Lint gebruikt. Ik heb veel waxkoord gebruikt. Dit is waxkoord, maar dat is vrij dik, dus het ging er een beetje lastig doorheen. Niet de eerste keer, maar wel als je voor een tweede keer door hetzelfde gaatje heen moet. Ik heb nu hempkoord. En dat hempkoord, dat heb ik maar eventjes voor jullie ingekocht. Want Fase die heeft een hele leuke verpakking met allemaal verschillende kleuren hempkoord. Wat dus perfect is voor het inbinden van die boekjes. Er zitten steeds twee rolletjes van een meter in, van dezelfde kleur. Dus je krijgt feitelijk 2 meter van 1 kleur. Dus het is taupe, het is beige, het is wat groen, wat paars en wat blauw. Nou ja, afijn. Er zitten aardig wat kleuren in. En deze hebben we ook nu in de webshop. Goed, we gaan inbinden. Je begint met een knoopje. En je begint in het midden. En dan werk je van binnen naar buiten. Dus het knoopje komt naar de binnenkant.
Dat is vrij logisch. Ben ik in beeld? Dat is wel een beetje essentieel nu. Ja, ik ben in beeld. Dus je komt uiteraard aan de buitenkant in het midden uit. Dan ga je naar boven of naar beneden. Dat maakt helemaal geen fluit uit. Terug. Dat is je eerste steek, zeg maar. Dus je bent weer aan de binnenkant. Dan pak je je eerste boekje. Oh, ik moet één dingetje nog even vermelden. Die boekjes, die hebben al een scoreline. Dat zie je heel goed. Maar die moeten, als ze bewerkt zijn, en niet eerder, als ze bewerkt zijn, gevouwen worden. Dat vouwen, dat doe je door de scoreline aan de binnenkant te houden. Dus je kijkt op de scoreline en je vouwt hem naar binnen. Dat is essentieel. Als je namelijk de scoreline naar buiten doet, dan kan die stuk gaan. Dus dit is de manier om de boekjes te vouwen. Dan gebruik ik deze gelijk maar als eerste. Ik ben nu, laten we maar even zeggen dat dit de onderkant is, onderaan mijn boekje. Dus ik pak het onderste gaatje van deze. En ik ga weer naar het midden. Dan moet ik dus eventjes langs het knoopje steken. Dus die geef ik ietsje ruimte. En ik ga terug naar de buitenkant. Goed aantrekken. Dan ga je naar boven. En je pakt de bovenkant van dat boekje mee. En je gaat weer via het midden. Oh, goed aantrekken. Via het midden ga je weer naar buiten toe. Dus eigenlijk begin en eindig je altijd in het midden. En vergeet niet om je draad goed aan te trekken. Dan ga je naar het volgende gaatje. En kom je dus naast het ingebonden boekje uit. Deze is dus voor het tweede boekje. Gaatje in het midden. En dan ga je weer of naar boven of naar beneden. Dat maakt niks uit. Gaat weer terug naar het midden. En weer naar beneden. Of naar boven. Tweede gaatje. En weer terug naar het midden. En dan komt er even een handig trucje. Want hoe kom je nu weer naar buiten toe zonder hier twee draden te krijgen? Dat doe je als volgt. Je maakt een soort lus door onderlangs te gaan. Je naald door de lus heen te halen. En hem vast te trekken. En vervolgens ga je weer naar buiten toe. Je bent dus weer in het midden. En je gaat naar het volgende gaatje in het midden. Dan kom je dus naast het tweede boekje uit. Klaar om het derde boekje in te binden. In het midden. En naar boven. En dan kan ik hem voor de rest zo doorgaan met inbinden. Maar ik zal jullie nu gelijk eventjes laten zien hoe het gaat als je een kruis wil maken. Je hebt dus je eerste steek. Dan ga je niet terug naar het gat in het midden. Tenminste niet bij het boekje waar je al bezig bent. Je gaat naar het volgende gaatje. Dus als je een kruis wil maken, bind je twee boekjes tegelijk in. Goed, dus deze zit voor de helft vast. En je gaat nu naar het volgende boekje. Zo.
de scoorlijn zit hier. Dus hij gaat zo naar binnen. Even kijken, waar was ik? In het midden natuurlijk. Dit is dus het tweede boekje die ik nu voor de helft ga vastzetten. Dus ik ga naar beneden. Even kijken waar het gaatje zit. Daar. En ik pak het gaatje wat bij dit boekje hoort. Goed aantrekken. Deze heb ik niet goed aangetrokken, dus dat ga ik nu even doen. Ook zie je al, kijk, ik heb hier een lus zitten. Zo. Altijd even controleren of je je draad goed strak hebt. Hij kan nog iets strakker daar. Zo. Dan ga ik dus weer die kruisbeweging maken. Dus ik ga nu terug naar het tweede boekje. Laten we maar zeggen het derde boekje. Dus dan kom ik weer daaruit. En naar beneden. Dan ben ik weer daar. Zo. En dan maak je nu je kruis. Kijken welk boekje dat je bezig bent. Ik zit nu in het laatste boekje. Zo. En weer terug naar het eerste boekje. Het eerste boekje van de kruis dan. En dan kom ik weer op hetzelfde punt uit. Kijk, de kruisen die zitten er. Maar wat ik nu nog mis is dit stukje. Want ik wil ze natuurlijk wel gelijk hebben. Dus nu maak ik weer aan de binnenkant een lus. Ik haal mijn naald. Oh, sorry. Ik maak dus een lus. Ik haal mijn naald door de lus heen. Zo. Ik ga naar buiten toe. Dan moet ik er even langs. Zo. En hier naartoe. En je hebt je kruis. Dus als je gewoon recht stikt, dan kun je boekje voor boekje inbinden. Wil je een kruis maken, dan bind je twee boekjes tegelijk in. Dus dan kun je ook twee kruisen naast elkaar zetten. En wat ook leuk is, als je, stel dat ik ze nou allemaal recht had gedaan. Even kijken hoe ik dat voor kan doen. Dan moet ik even weer zorgen dat ik aan de buitenkant ben. Dus dat doe ik op dezelfde manier. Zo. Naar buiten. Wat ook leuk is, is. Het is nu, even voor alle duidelijkheid. Het is nu niet leuk omdat hier een kruis zit. Maar stel dat je ze allemaal recht had gemaakt. Dan kun je ze ook gaan oppakken. Je kunt ook gaan weven. Heb ik ook een keer gedaan. En dan ga je ze samen binden. Zo. En zo. Snappen jullie wat ik bedoel? En dat doe je dan ook aan die kant. En dan kun je daar weer bijvoorbeeld een bread of zo op doen. Of iets anders wat je maar leuk vindt. Dus dit is het verhaal van het inbinden. Kijk, als ik die nou een beetje sjoemel. Nou heb ik wit garen gebruikt. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet mooi bij dit uiterlijk. Maar ik doe het nog wel even overnieuw. Voor mijzelf dan, hè.
Maar dit was even de duidelijkste manier om jullie te laten zien hoe je moet inbinden. Inge, die kijkt straks het filmpje nog even terug. Dus, dat, dan ga ik hem even afhechten en dan laat ik jullie de pagina zien. Hoe laat is het, Max? Hey, het is 5:05. Dat zie je, ik wist het. Ik loop uit. Goed. Overigens heb je om in te binden een stukje draad nodig van 70 centimeter. Dat is dan ook wel handig om te weten. Dus dat was het inbindverhaal. En dan... Dus... De pagina's. Mijn schabloon. Wat je dus meegeleverd krijgt, is kraftpapier en wit papier. Want als je mee wilt doen aan de challenge, of je vindt het gewoon leuk om al die pagina's zelf te gaan decoreren, dan heb je natuurlijk blanco pagina's nodig. Nou, voor mij was dat te veel werk. Ik heb dus gekozen voor designpapier. Maar doe wat je zelf leuk vindt. Het designpapier. Even kijken hoor, want ik had het klaargelegd. Maar waar heb ik hem nou gelaten? Hier. Wat je kunt doen is... Alles aftekenen en daarna gaan vouwen. Maar ik vond het efficiënter. Even kijken. Pak ik even deze kant voor, dat is makkelijker. Om gelijk te gaan rillen. Dus ik heb die stroken op maat gesneden met mijn guillotine, mijn grote guillotine. Daarna mijn rilpen, nou ja, een embossingpen gepakt. Hè. En... Het past precies op het matje. Dan kan ik alles in één keer rillen. Want dan heb ik gelijk een vouwlijn. En dat doe ik natuurlijk op een prikmatje. Anders zou ik er doorheen gaan. Die. Die. En hoe hard je moet drukken is een beetje afhankelijk van de dikte van je papier. En deze knippen we af. Oh nee, die laat ik gewoon zitten. Want ik begin met vouwen. Kijk, omdat je gerild hebt, kun je dus nu heel makkelijk gaan vouwen. Dat is echt een fluitje van een cent. En je vouwt het dus als een harmonica. In het Engels heet dat concertina. En wij zeggen harmonica. Dat laatste stukje, dat knip ik dan nu af. Want ik heb nu natuurlijk exact de maat. Zo. En vervolgens heb je dus je pagina's die je dus in die boekjes komen. Die pagina's kun je dus pas in je boekjes doen als die is ingebonden. Want anders kun je niet meer bij de gaatjes. En die pagina's die zorgen er ook gelijk voor dat je die draadjes van het inbinden niet meer ziet. Dan kun je zeg maar de achterkant en de voorkant hierop plakken. Maar wat ik dan niet mooi vind zelf, is dat dit open is. Dus wat ik zelf gedaan heb, is het de pagina's zeg maar, die dubbel komen, die lijm ik. Zodat het netjes dicht is en het één pagina is. En wat ik dan ook nog heb gedaan is met een daubertje en wat inkt... Alle randen gedistressed. Of althans, ja, gedistressed. Voordat ze in de boekjes gaan. Dat staat gewoon net even wat netter. Kijk, hier kun je dat ook goed zien. En als je zegt van, ik wil ze niet allemaal, ik wil niet zoveel pagina's erin hebben. Dan knip je hem door de helft.
1, 2, 3, 4. Dan plak je deze vast. En komt die zo in het boekje. Of als je de andere kant wilt gebruiken. Dan vouw je hem natuurlijk gewoon de andere kant op. Als je ze nog wilt gaan bewerken, dus als je deze gebruikt en je doet mee met de challenge bijvoorbeeld, dan krijg je elke dag dus een idee om te doen met zo'n pagina. Dan zou ik ze er pas in doen als je klaar bent met bewerken. Anders wordt het een beetje lastig. Zo, ik moet eventjes nadenken of ik alles heb gehad. Volgens mij was dit het. Volgens mij ben ik er. En die kleine stukjes, kijk, als ik... Dat wilde ik jullie nog laten zien. Ik knipte er net zo'n klein stukje vanaf. Dat stukje wat ik overhield. Als ik een uittrekpagina in het album maak, dan vind ik het voor mijzelf handig om te weten dat het een uittrekpagina is. Want ze zien er natuurlijk allemaal hetzelfde uit. En daar heb ik dus eventjes met een stukje papier een dingetje voor gemaakt. Die ik dan aan de achterkant beplak met het strookje wat ik heb overgehouden. Zodat dit netjes is weggewerkt. En zo gebruik je al je spulletjes. Dus, dames en heren, ook als die kijken, dat is de Tando Mini Book Tower met alle pagina's, boekjes en alles wat erbij hoort. Ik hoop dat ik het jullie allemaal duidelijk heb laten zien, dat ik jullie goed heb verteld hoe je hem in elkaar moet zetten, hoe je de boekjes en de albums en de pagina's tot één geheel maakt, hoe je dat kunt bewerken. En voor de rest kun je natuurlijk helemaal je eigen gang hierop gaan, want er is zo verschrikkelijk veel mogelijk. En doe gewoon lekker je eigen ding. Doe wat je zelf mooi vindt. Ga experimenteren. Kijk in de groep van Tando. Tando 366 Challenge. En doe daar inspiratie op als je het eventjes niet meer weet. Maar geloof me, je wordt super enthousiast als je hiermee aan de slag gaat. Want het is echt een heel, heel erg leuk project om mee te werken. Voor degenen die ons gaan bezoeken op de beurzen, daar kun je hem bekijken. Voor degenen die zaterdag aanstaande komen naar onze open dag bij COSA in Zeewolde, jullie kunnen hem ook bekijken. Morgen komt alles binnen. Dus morgen worden de bestellingen met de towers en de inserts verstuurd. Ook degene die hem al besteld hebben. Ik had gehoopt dat ik dat vanmiddag kon doen, maar dat ging dus niet door. Dus dat wordt morgen. En gelukkig zijn ze ook op voorraad voor degene die zaterdag naar onze open dag komen. Ik dank jullie heel erg voor het kijken. En zie jullie graag volgende week weer. Fijne avond. Dag!